We hebben vier feiten. Tussen 92 en 97 is er meer. In die tijd, DNA was hoegenaamd niet evident. Die scènes, die foto's, die autopsieën, die is verschrikkelijk om te bekijken. Je kan een spoor hebben, maar je moet ook in de mogelijkheid zijn daar iets mee te doen. Cold cases zullen er altijd zijn. Maar wat een enorme sprong heeft gemaakt, zijn natuurlijk DNA-technieken. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Er is namelijk een match op DNA-gebied. En die persoon blijkt Stéphane Dullion te zijn. De glazenwasser. Als je weet dat je fouten hebt en je hebt er spijt van, toon het dan. Als een baby wordt geboren en als die baby de hielprik krijgt, waarom zou men van dat babytje geen DNA-bepaling doen? Hallo België, schiet in actie. Laat ons ook iets doen.